Yo gasten, Mark hier en welkom bij vandaag een video die ik niet had verwacht dat ik hem zou maken. Uh, het, is, het is geen heel diepe video of zo, maar uh, even context bij deze video. Ik heb geen TikTok. Ik in principe als er TikToks over mij gemaakt worden, wat dan ook, ik zie ze niet vanzelf. Like ik heb geen TikTok. Ik kan niet getagd worden in die shit natuurlijk. Tenzij iemand dat het herpost op Instagram of zo als real en dan, dan in tag dan wel, maar ik heb geen TikTok. Dus ik, krijg, ik, ik zie meestal meeste shit niet. Ik, af en toe als ik ergens langs ga of ik kom kijken in de stad tegen... Dan, ...dan krijg ik wel eens iets te zien, maar meestal zie ik shit niet. Ik kreeg dus een TikTok doorgestuurd die met een soort AI mij heeft laten namaken. Het is fucking traumatiserend om te kijken en dat... ...geloof me, ik, ik zie mezelf, ik kan het je vertellen. Uh, maar you know, het, het ging over waarom ik uit de bankzitters was kennelijk... Uh, en er, er zijn altijd verhalen, er zijn altijd dingen. En ik heb het gevoel dat misschien de oorspronkelijke video die ik maakte, die we maakten, het misschien niet goed uitlegt. Dus ik dacht, laten we deze video maken. Reageren we op die TikTok. Leg ik jullie wat dingen uit in de hoop dat de shit duidelijk is. Uh, duimpje omhoog zou deze video enorm helpen. Ik bedoel, het is geen FIFA, maar ja, Dennis het is augustus. Ik heb niks te verliezen met het maken van deze video. Dus ik wil zeggen, voordat we deze video gaan kijken. Ik weet dat ik. Like, ik, ben, ik ben niet geweldig met camera's. Laten we eerlijk zijn, ik ben niet heel geschikt voor onscreen. Deze TikTok is nog meer fucked up. Dus hou daar vooral rekening mee. Maar laten we dit vooral kijken. Hij is geüpload door. Ik heb geen idee. El Yankee, laten we het daarop houden. Uh, ik heb hem al wel gezien. Dus ik kijk hem met jullie mee. Maar het, 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 het is creepy. Sorry, ik moet hem gelijk onderbreken. Hoe die hele kop meebeweegt van AI. Kijk, like, ik kan mezelf in de spiegel zien en zo hoor. Maar ik bedoel meer van: dit is nog enger. You see, being part of the bank Sitters was Blababla. an incredible experience. Het, het begin klopt. We laughed, Blabla. blablabla, our passion for entertaining all of you. Dat gedeelte klopt. Dat, dat, daarom skip ik dat, want dat gedeelte klopt. You know? We, in het begin, 2013 een beetje, uh, er waren er niet zoveel Nederlanders die FIFA deden, dus dan, you know, dan trok je een beetje naar elkaar toe. Goede vriendschap. Legit goede vriendschap. Blijft ook Life takes us on unexpected journey. Yeah. Loved being part of the group. Yeah, okay. I felt the need to take my YouTube career in a different direction to explore new opportunities and challenges. Eh. That's him not it helemaal, but there kom tough I was. It was a tough so decision, the right one for my personal and creative growth. Doesn't mean the. Look, that is just what he challenges. vertelt. You um, explore new opportunities. Zodan it dat was a tough decision, tough one that I didn't take lightly, but I knew it was the right one for my personal and creative growth. I want to be clear that leaving the bank-sitters yeah. doesn't mean the end of our friendship or camaraderie. That is wel bar. We are still friends, and yeah. we support each other in our individual endeavours. Yeah. Sometimes we just need to spread our wings and fly, you know? That's a bit overdreven so emotional. A new chapter in my YouTube journey. I'm excited about the possibilities, and to continue... Well, I'm going to answer it, because the last two seconds don't matter. Look, there are a few things. There are a few things, there are a few Allereerst, en dat zag ik ook gelijk aan de topcomment. Uh, de topcomment heeft 27 likes. Die zegt ze zijn geen vrienden meer lol. Uh, en de vierde comment zegt: nee, Koen mag ze in ieder geval niet. En Mark en Thijs zijn gewoon eruit omdat ze totaal niet bij de bankzitters pasten. Ik bedoel, dat is niet wat hij was. Um, ik kan het jullie uitleggen. Um, het, het is niet diep. Like, het is niet diep. Ik weet dat mensen tegenwoordig zo zien dat als iets verandert of iets stopt, dan moet er voor mensen ruzie zijn geweest. Dat was niet zo. Dat is niet zo. En voor, in mijn opinie zal dat nooit zo zijn. Ik zal nooit iets negatiefs kunnen zeggen over de jongens. Wat, wat zijn mijn vrienden. Ik kan... Kijk, tenzij me een reden gegeven wordt. Maar zelfs dan, ik kan me dat niet voorstellen. Dat dat gebeurt. Ik kan niks kwaad zeggen over die gasten. Maar deze aanname is er altijd. Dat, dat we geen vrienden meer zijn. En nee, ik zeg eerlijk. Ik kan niet spreken voor Matthijs. Ik heb Matthijs niet gesproken. Sinds de dag. Dat... Nee, niet. Toen, wat namen wij die video op? Ik weet niet. Wij, wij bespraken het idee om het om dat wij eruit gingen op de dag dat Ajax speelde tegen Lille in 2019. Dat wonnen ze geloof ik 3-0. Dat was de dag dat wij daar waren. Ik geloof niet dat ik Matthijs toen voor het laatst sprak, want we hebben daarna nog die video gemaakt dat we eruit gingen. Ik weet niet of we dat ook al op die dag deden, maar dat was ongeveer september 2019. Dat was gewoon niet heel diep. Wij hebben dat toen besproken omdat natuurlijk naarmate het kanaal groter en groter en groter werd, moest natuurlijk ook, weet je, we gingen, het ging van één video per week naar twee video's per week. En die video's moesten natuurlijk beter en beter worden. En als je betere video's wil maken, kost dat meer geld. Want je hebt betere camera's nodig, beter materiaal, betere setup, alles. Er kwam meer bij kijken. En voor, natuurlijk, natuurlijk, het kanaal was al huge. Uh, Roel al, Milo ook natuurlijk al. Ook al uh, uploaden toen nog wel af en toe. Uh, Koen natuurlijk ook gewoon de vijf die het nu zijn. Huge kanalen. En dat was op zich natuurlijk. Ook. Ja, het is natuurlijk er altijd verschil aantallen, maar dat maakt niet uit. Maar het werd gewoon een fulltime bezigheid. En you know, wij werden daar natuurlijk volledig bij betrokken en alles. En da daar veranderde niks in. Maar wij bespraken het op een gegeven moment van het uh, was een verschil in dat er vanuit hen meer tijd en geld in zat. Uh, dan dat het bij mij Thijs was. Dus wij bespraken als volwassenen. Van hey, hoe gaan we dit vanaf nu verder doen? You know, dat was een idee van hen, voor hen is dat hun fulltime ding. Ze zaten ook in het huis al samen. Uh, Milo niet, want die studeerde in Utrecht. Maar goed, dat was er. Dus wij bespraken als vrienden, als mannen op een normale manier. En ik weet dat het ongelooflijk klinkt, maar het kan um, dat, het, dat we op dat, die keuze maakten. You know? En ik weet dat dat voor mensen zo klinkt als al, oh, de ruzie zijn geweest. Ik bedoel, zie de top comment. Bij elke video die ik ooit over dit onderwerp zie, is dit meestal de topcomment in één vorm van die woorden. Maar dat, dat is hem niet. Nou, ik, er was een comment, want ik postte deze video ook op Twitter. En ik zal die comment nu in beeld laten zien. Van iemand wilde mijn verhaal erachter weten. Maar het, het ding is, er is niet heel erg een verhaal. Ik kan je een paar dingen vertellen. En dat is dat wij op een. In mijn, voor mij in ieder geval, van mijn oogpunt. vriendschappelijke manier uit elkaar zijn gegaan. Ik spreek de jongens inderdaad af en toe nog steeds. Ik kan je wel zeggen dat ik ze al heel lang niet gezien heb. Ik geloof dat de laatste keer dat ik ze in lijve gezien heb. is. januari. januari 2020 ergens. Dat klinkt crazy. Want. nou denk je, dit support die top comment. Maar het ding is. Um, ik spreek Raoul. Roma het meest se semi-regelmatig nog wel. You know, die heb ik af en toe gewoon gesprekken mee. Dat is echt. Ja. Raoul is net zo'n goede gozer als het lijkt. En dat geldt voor hen alle vijf. Dat is het hele ding. Um, ik, heb, ik moet wel zeggen, want dat ligt. Dat ik hen sindsdien niet gezien heb, ligt niet aan hen, maar aan mij. Want toen Raoul net in zijn nieuwe huis woonde, toen nodigde hij mij uit voor een koken met Roelie video. En ik zei daar op dat moment voor af, omdat mijn slechtste eigenschap is, uh, ik heb niet echt een, of ik heb niet een geweldig zelfbeeld. Ik heb, ik, <laughs> het is niet dat ik helemaal waardig van mezelf denk, maar ik, heb, ik, ik doe niet graag gek, omdat ik heel erg rekening hou met hoe gaan mensen hierover denken. En daarom was ik in video's waarschijnlijk ook. en zullen ook andere dingen aan bijdragen. meestal niet de meest vermakelijke om te kijken. Dus. ik vind het kwalijk als mensen denken dat. al, oh, Ruzie dit. en Koen mag ze in ieder geval niet. Ik vind het vervelend dat er een negatief beeld is van Koen, überhaupt. Ik heb mensen in stream wel horen zeggen dat Koen arrogant zou te zijn. Terwijl ik denk. Koen is legit een moge goede gast. En om een kort voorbeeld daarvan te geven. ...omdat ik, ik, ik hou daar niet van om dit dan te lezen... ...is ja, ik heb ze al heel lang niet gezien... ...en je kan zeggen dat sportentheorie... Uh, ...weet ik veel dat ze mij misschien niet meer zouden mogen... ...ik geloof dat niet, maar die theorie zal er zijn... ...en daar kan ik niks aan veranderen. Een relevant voorbeeld is, van wat ik me herinner... ...is van een van de laatste voetbalvideo's... Uh, ...die wij toen opnamen, althans die we opnamen... ...voordat Matthijs en ik niet meer bijopnames waren... ...is ik reed met Koen mee op een gegeven moment... ...en Koen, Koen rijdt prettig hard en dat is fijn... You know, ...want Koen, Koen heeft goede smaak voor auto's... Maar Koen is gewoon echt een goede gozer. Like, ik, ik kon gewoon persoonlijke dingen met hem bespreken. Hij gaf goed advies. Like, omdat, dat, is een, dat is gewoon een goede vriend dan. Weet je. Like, je kan dat soort ideeën van: hey, ik zit hier mee of dit speelt er. Hij vroeg het gewoon uiteindelijk. van: Yo, yeah, wat ben je nu mee bezig? Wat, wie spreek je nu? You know, en je, je kan dat gewoon weer leggen. Dus ik vind dat dan interessant. Uh, maar ja, weet je, sommige dingen kloppen dus. Als in: uh, ik heb ze al heel lang niet meer gezien. Ik spreek ze nog af en toe, Raoul meer dan de rest. Uh, maar bijvoorbeeld vorig jaar nog, of het aan eind vorig jaar, zat ik met Matt en Milo nog in een OSM-competitie die Matt dan voorstelde. Uh, we hebben destijds nog die uh, Among Us-video's gedaan. En ja, die dingen gebeuren nu niet meer, want de jongens doen niet echt meer gaming-video's. En dat is helemaal gewoon, dat is logisch. You know? kijk, kijk, het merk, het bedrijf dat de bank zit, dus nu is. Ja, ze zijn nog steeds vrienden, net als ik geloof dat ik dat nog steeds met ze ben. Uh, maar het is nu gewoon een bedrijf. You know? Ze hebben personeel, ze komt zoveel meer bij kijken, bij alles. Dat je gewoon niet even zomaar afspreekt. Daarom wil ik ook sommige van die comments aanpakken, want. Het is toch een beetje dingen van. Kijk, sommige mensen zijn er aardig van. You know, ik krijg koude rillingen van. Mensen vinden het een mooie video, ook al klopt het niet helemaal. Hij is eruit minder winstmarge met hem en Matthijs. Dat, dat is. Dat is hem niet. Like, er was geen sprake daarvan. Wij hebben er gewoon toen eerlijk naar gekeken. En het ding was toen. En dat is net. Dat moet, kijk, daar zullen, mensen zullen dat kwalijk vinden, maar dat is het niet. Dat heb ik het ook nooit gezien. You know, ik kon daar normale manieren naar kijken en ik heb dat nooit ook kwalijk iets gezien. Wij keken naar van oké okay, voor hen, 5 was het qua tijd en in geld erin. Dat was hun fulltime ding en het groeide ook steeds meer. Dat moest ook zo behandeld worden. En zij hebben er alles aan gedaan door de jaren heen om, om mij te helpen om een beetje meer zelfverzekerd te zijn, I guess. En dat meer te showen naar mensen toe. Om nog een voorbeeld te geven van hoe aardig de gasten zijn eh, en waarom ik dit soort comments niet snap. Is bijvoorbeeld toen wij naar GamesCom gingen in 2018, dat was ik. Rob en, uh, en Ruli, Wij waren met z'n drie en, en, en Vertigo 6 bij Gamescom. Uh, en zij waren toen net een tijdje af en toe aan het vloggen. En Roel had een tweede camera mee. Hij gaf die aan mij. Hij zei van, hey, maak, jij, maak jij er ook eens. Hey, weet je wat, dan kan je wat nieuws proberen. Want daar hielpen ze mij mee. Z zij waren goede vrienden en zij wilden mij sporten. En hey, weet je wat, you know, nieuwe dingen proberen kan you know, meer mogelijkheden bieden. Ik kan alleen maar goede dingen zeggen, want zij deden alleen maar goede dingen tegen mij. Ik heb voor zover ik weet... ...nooit gehoord dat zij achter mijn rug om iets kwaads over mij zeiden. Ik kan me ook niet voorstellen dat dat ooit zal gebeuren. Uh, iemand zegt, hij moet een keer naar een video. Again, dit is een comment die ik op stream vaak krijg. Dat is, kom je nog eens terug in een video? En ik zeg eerlijk, nee, waarschijnlijk niet. Ik zeg, als ze me ooit nodig hebben voor iets... ...ze hebben allemaal mijn nummer, dan mogen ze me bellen. Maar je moet er niet vanuit gaan, je moet er niet op hopen... ...want je zet jezelf op voor iets wat waarschijnlijk niet gebeurt. En daar heb ik vrede mee. Ik zal er nooit om vragen, ik zal er nooit om smeken... Want het zijn mijn vrienden die tering succesvol zijn. En ik kan hier blijer voor ze zijn. You know, het is mooi om te zien dat sommige mensen het heel veel boeit. En er zijn ook meer komst. de meeste mensen tegen elkaar. Het meest interessante is dan nog, iemand vraagt mag ik een unban op Twitch. Ik weet niet of ik hem geband heb, maar het is waarschijnlijk dan terecht. Dus ook als je verder kijkt, bla bla bla, kippenvel dit, ik ben niet kaal, het is gewoon kort. Iemand vraagt, hoe gaat het met je nicht? zat eraan te komen. Iemand zegt, hij past er echt niet bij. Ik bedoel, ik kan daar niet op ingaan. Want ik kan tegen iemand zeggen, you know, het gaat zus en zo... Uh, of de interactie was zo en zo. Mensen zien alleen hoe het was op video. En sommige mensen zeggen al oh, awkward dit. Of het uh, was pesterij dat. Want dat heb ik heel vaak gezien dat er gezegd werd dat ze mij pesten. Heb ik nooit zo opgevat. Like, er werden wel eens comments gemaakt natuurlijk. Want daarom staat hij er ook over mijn nichtje destijds. Dat is van een oude Proclubs video een keer. Ik heb andersom ook wel eens opmerkingen gemaakt over Milo's zusje. Matisma ma. En dat was omdat, you know. Dat, dat doe je als vrienden toch wel eens. Je, je maakt elkaar belachelijk. Je zegt iets over de een. En de ander zegt hier iets over jou. Dat is gewoon hoe shit werkt. Koen, grappig genoeg. Dit is, dit is Koens account. Ik, ik dacht van dat zal het. Uh, dat is Koens account. Die reageert Mark Legends Forever. En kijk, het ding is. En daar ben ik eerlijk in. Dat zal ik ook eerlijk zeggen. Kijk, ik, ik zei het eerder in deze video. En daar zal ik ook zeker achter blijven staan. Ik beschouw hen. Nog steeds als vrienden. Als in, ik denk dat als ik bijvoorbeeld met iets zou zitten. en ik heb het gevoel dat ik het gewoon even bij iemand kwijt moet. en ik zou een van hen bellen. dan zouden ze opnemen, zouden ze luisteren. en zouden ze bereid zijn om je nou advies te geven indien ik dat nodig heb. Maar ik moet ook zeggen. Uh, ik heb ze inderdaad al een tijd niet gezien. Ik heb dusdanig vaak mensen zien zeggen. dingen zoals de topcomment. ze zijn geen vrienden meer. en Koen mag ze in ieder geval niet. Ik geloof het niet. Ik geloof niet dat Koen of wie, van ook, wie dan ook van hen. Dat die mij niet zou mogen. Maar het ding is, als je het zo vaak ziet, ik geloof het niet, maar uh, uh, waarschijnlijk niet. Like, ik, ik, ik heb Koen echt super hoog zitten. Wat ik ook zei, you know, tijdens opnames altijd. You know, heel, gewoon een heel goede vriend. Super goede luisteraar. Precies wat je verwacht. Ik weet niet waarom. Kijk, die, die comment op Twitter vroeg jouw beeld daarop. Ik kan je niet echt mijn beeld geven, omdat. Ik heb niks kwaad, ik heb geen interessante roddels ofzo, want er is niks negatiefs. Maar, ja, dat was die TikTok, dat was mijn reactie op dingen zoals die comments die erbij komen en gewoon überhaupt hoe dat een beetje is gegaan. Ik weet dat mensen dit alsnog veel te zakelijk zullen oppikken, of, nou, know, onpersoonlijk. Maar ik bedoel, wij hebben hier gewoon als volwassenen naar gekeken, wij hebben dit als volwassenen opgelost en ik spreek hen nog steeds. Ik snap het probleem niet vanuit de buitenwereld. Maar dat is hoe het is. Anyway, um, ik zal de link in de beschrijving laten als je de TikTok nog een keer wilt zien. Het is fucking disturbing, maar het is wat het is. Uh, ik weet niet hoe vervelend dit was. Of juist niet. Of juist wel. Maar goed, hé. Als je nog een keer een TikTok over mij ziet, sturen, hem vooral door. En dan kunnen we er nog wat mee doen. En dan zie ik jullie later. Joe,